Wat dacht je, dat Big Marshall en ik je weer in de steek gingen laten? Nee toch, het is alweer de vierde week op rij, de NLW-show, samen met Big Marshall. Je wist al lang dat we het weer gingen doen. Het is koud aan het worden buiten, het is herfst, de winter komt eraan, maar wij houden je absoluut warm. Big Marshall, bedankt dat je hier bent. Allereerst, je weet hoe we altijd hier beginnen. Hoe gaat het met jou en wat maak je van deze hele interessante MMA-week? Gaat goed man, ja, het ziet er goed uit hè. Ik denk alleen jammer dat twee Nederlanders niet vechten. Wat we wel hadden gehoopt, morgen in Parijs. En laat ik beginnen met jou een fijne verjaardag te wensen. Hè? Ik ben jarig vandaag, dus ja, fijne verjaardag. Ik hoop dat je een leuke dag hebt. Ondanks dat je dit met mij moet doen, maar ik hoop dat je een leuke dag hebt. Een super dag Marcel, en dit wat wij doen is een van mijn hoogtepunten. Het is rustig hier om me heen, het is slecht weer. Ik ben zelf in de ochtend wat aan het werk geweest, dus heel veel van een verjaardag is er echt niet sprake, maar ik hou niet zo heel erg van deze dag. Het lijkt alsof ik jonger word, ik weet dat je dat denkt zelf Marcel, maar ik word toch echt ouder en heel erg bedankt, betekent veel voor me. Nou, een hele interessante week wat je al zei, we gaan het straks nog hebben over die Nederlanders die helaas niet in actie kwamen. Maar er kwamen er wel een paar in actie en die hebben het ook heel goed gedaan en ik wil eigenlijk met beginnen Marcel met iets wat mij toch wel heel erg bezighoudt. Kamsat Chimaev, terugkomend onderwerp hier op de show en hij kan maar geen fight krijgen. Wat maak jij ervan? Denk je dat hij überhaupt op welterweight gaat vechten nog? Hij heeft net getweet dat hij middleweight gaat uitdagen omdat geen welterweight het gevecht aanneemt of zo. Dus ik weet niet man, ik denk ja, ik denk dat er wel welterweights zijn die tegen hem willen vechten. Misschien vindt hij die niet, vindt hij dat geen uitdaging. Maar ja, je kan niet echt picky zijn na drie gevechten, ondanks dat je echt goed hebt, je goed hebt laten zien, weet je. Maar ik weet het niet, man. We moeten afwachten, denk ik. 19 december willen ze hem op een main event hebben. Dus ja. Kijk ernaar uit. En Chiesa zei toevallig gisteren. Gerenkte welterweights willen niet tegen hem, omdat ja, je hebt alleen maar te verliezen eigenlijk. Ja, dat vond ik toch best wel heftig. High risk, low reward. Daar heeft hij in principe wel gelijk in. Kijk, het enige wat je dan mee wint om van Chimaev te winnen op dit moment als een ranked welterweight is hype. Is dat je die hype misschien kan overnemen. Weet je, maar verder doet het niks voor je. Want als je van hem wint, zegt iedereen van ja, hij was niet ranked, was gewoon een opkomende vechter. That's it, snap je? Dus er zit niet echt een high reward voor die gasten aan op dit moment. Dus ik kan het begrijpen. Aan de ene kant vind ik, als jij zegt, ik ben de nummer 5 van de wereld. En ik ben veel beter dan deze guy. Ja, zorg dan dat je hem de eerste ronde eruit slaat. Ja, dat is geen step naar Leon Edwards overigens. Maar je bedoelt gewoon... Jawel, dat is wel een step naar Leon Edwards. Alright, maar jij bedoelt in ieder geval, als je een nummer achter je naam hebt. Laat dan zien dat je het waard bent. Iedereen is heel erg bang om zijn plek te verliezen. De Wonderboy-gevecht zie ik niet goed komen. Die is alleen maar met Leon bezig. Maar het is wel een hele interessante divisie. En ik wil Chimaev zo graag aan het werk zien. Ik denk dat we daar nog wel meer over te horen krijgen. Het grote nieuws van deze week was eigenlijk... En ik weet dat jij en ik allebei geen fan van hem zijn. Maar El Notorio versus El Diamante. De Notorious versus de Diamond Poirier. Wat maak je van het gevecht? Eén, denk je dat het tot fruition gaat komen? En twee... Is dat het gevecht dat Conor weer in een titelkans kan lanceren? Ja, het grappige vind ik eigenlijk is dat de UFC zegt van... ja, we kunnen Conor nog niet matchen dit jaar. Zus en zo. En op het moment dat Conor en Poirier samenkomen... en zeggen van we gaan gewoon voor een goede doel een match doen... dan is Dana White opeens ook geïnteresseerd, weet je. Dan kan het opeens wel. En ja, kijk, als ze het allebei willen... ja, dan denk ik dat het wel kan gebeuren. Ik ben benieuwd. Komt, luister. Alver Conor tegen John Phillips... Dat is een teamgenoot trouwens. Al wint hij daarvan, dan vindt Dana nog dat hij een titel-title-shot verdient. Dus het maakt niet uit tegen wie die vecht. Hij gaat sowieso weer eentje krijgen. Maar ik denk dat wanneer hij een title-shot krijgt, dat Khabib dan al retired is op dat moment. Dat denk ik eerlijk gezegd. Ik denk niet dat Khabib hem nog een title-shot geeft. Maar had je ook dat verhaal gehoord dat Dana Khabib tegen Conor voor de Ultimate Fighter coaches wilde hebben? Gast. Dat... Duitsland, heel leuk voor tv en alles en voor ratings en zo, maar ik denk niet dat dat goed was gekomen, eerlijk gezegd. En Dana zei daarna ook nog, dat is alleen maar niet doorgegaan omdat Khabib zoiets had van fuck McGregor, weet je, omdat hij allemaal weer rare dingen aan het zeggen was, klopt dat? Ja, hij zei, Khabib wilde niet nadat hij die text messages van Dana had geleakt. Oh ja, juist. Nou ja, ik weet niet, weet je, wat moet ik daarvan vinden? Ik vind sowieso, man, de Ultimate Fighter, ik vind het leuk en alles, maar er zit te veel shit omheen af en toe ook, weet je. Maar ja, die Amerikanen, die zijn er gek op, hè.
Doe eens een gok. Wie worden wel de coaches, denk je? Laat ik het zo zeggen, ik ben blij dat Paulo Costa tegen Israel Adesanya niet is geworden destijds. Laten we hopen dat het niet Jones tegen Adesanya wordt. Zit ik ook niet op te wachten. Till tegen Perry. Dat zou echt erg zijn. Dat zou niet goed komen. Ik weet het niet, man. Ja, wie heb je? Misschien een... Weet je wat het is, man? Heel veel van die vechters zitten zelf nog in hun prime. En hebben gewoon... zijn geen coaches. Kijk, je kan Adesanya wel bij een Ultimate Fighter zetten, maar Adesanya is nog veel te veel bezig met zijn eigen carrière op dit moment, weet je. En Usman, kampioen, is ook nog te veel bezig met zijn eigen carrière, denk ik. Khabib zou in principe wel kunnen, maar niet tegen McGregor, denk ik. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Wie heb je op featherweight? Heb je Volkanovski? Ik denk ook niet dat werkt. Bantamweight. Zeg maar, vul even, wie is Bantamweight alweer? Ben ik PDN? kwijt. Ja, dat heeft sowieso geen nut, want die kent geen Engels, Engels. ja. Flyweight heb je nu de Davidson Figueiredo, die kan ook geen goed Engels. Dus dan wordt het al een topcontender tegen een topcontender waarschijnlijk, denk ik. En Stipe Miocic, ja, tegen wie? Tegen Ngannou. Ik zie dat ook niet gebeuren, als ik eerlijk ben. Dus moeilijk, man. Light heavyweight, Blachowicz. Zie ik ook niet zetten. Wie denk jij? Je denkt Adesanya tegen Jones. Ik denk niet dat het een goed idee is, man. Oh, ik vind die beef van hun wel echt super interessant om te volgen. Ik Vind weet je dat jij, leuk? ja, ik weet dat jij een beetje gek ervan wordt, maar laat mij dan maar even de andere kant belichten. Oh, ik vind het zo, maak dat gevecht zo snel mogelijk ook. Er is niet echt iemand op middleweight. Jones lijkt zich te vervelen, maar dan tweet hij wel Jones. Ja, ik ben onderweg naar heavyweight, dus ik kan nooit meer naar 205. Ja, wat moet Adesanya dan doen naar heavyweight? Dus daar ging mijn interesse wel wat omlaag. Over Stipe Miocic, heb jij meegekregen dat ze willen eigenlijk Stipe Miocic tegen Ngannou doen in december, maar Stipe heeft er niet zoveel zin in. Nou, heb ik gehoord, ja. Ja. Wat maak je daarvan? Wat vind je van kampioenen die number one contenders weigeren? Ik weet niet of hij per se geweigerd heeft. Ik denk dat hij per se in december wil. Ik weet niet. Het is moeilijk om te zeggen. Je hoort altijd maar één kant van een verhaal, hè? Dat is altijd een ding. Dus bijvoorbeeld ook met Gilbert Burns tegen Usman. Ik weet dat Gilbert Burns in december wilde. En Burns had gezegd, ik had met Burns gesproken en hij zei tegen mij van, ja, ik ben klaar, ik wacht op het contract. Alleen ik heb gehoord dat Usman pas in januari of februari wil. Dus toen kwam Ariel dus naar buiten dat het inderdaad niet in december ging plaatsvinden. Dus ja, ik weet het niet. Wat kun je ervan zeggen? Je weet nooit beide kanten, dat is altijd het probleem. Duidelijk, wat de UFC nu wel een beetje, nou, of misschien is het gewoon ongelukkig uitgepakt. Nu hebben ze Nunes op die kaart staan in december en de flyweight-titel en de dubbel flyweight-titel in november. Ja, ga daar nu maar eens omheen werken van ga je alles naar december toe doen, alle title fights en doe je Conor in november. Eigenlijk, ik zeg dat is onmogelijk, want Khabib en Ali gaan nooit toelaten dat Conor's promo afgespeeld wordt tijdens UFC 254 waar Khabib op staat. Dus november gaat niet lukken, december misschien ook niet. Zoveel onzekerheden. Ja, Masvidal Nate. Ik heb veel meer vertrouwen in dat Masvidal Nate goed gaat komen. Eerder dan El Diamante tegen El Notorio. Wat denk jij van het gevecht? Ik weet dat je geen DS-fan bent trouwens, maar wat maak je van het gevecht? Hoe kom je daarbij, man? Wel een DS? Ah, sorry. Ja, jawel, man. Altijd geweest. Van Oh, mijn god. allebei. Sorry, ik verwar je met iemand. Ik denk zelf dat het niet goed gaat komen, omdat er ook gezegd is dat Masvidal tegen Covington nu in the works is door de UFC. Dus het wordt geen Masvidal Diaz 2. Dus waarschijnlijk krijgen we Covington tegen Masvidal. En misschien in december al. Dus Oké, ze kijken naar 19 december voor dat gevecht. ja, in december. Kan ook volgens mij 3 ronden. Dus tijdens een pay-per-view dan. Niet 5 rondes. 3 rondes. Oké, ik wou net zeggen, want ja, oké. Met zo'n neetgevecht is het toch veel lucratiever voor Masvidal. Maar goed, tof als hij zijn oude maatje Covington in elkaar wil slaan. Fucking tof. Ja, ik had niet gedacht dat hij dat gevecht aan zou nemen. Wat wint hij daar eigenlijk mee? Nou ja, als hij wint, dan gaat hij voor Covington in de ranking. Staat hij weer gewoon nummer 1 waarschijnlijk. Of nummer 2 achter Burns, ligt eraan. Dus hij wint er wel wat mee. Maar kijk, en hij kan altijd zeggen van ik heb die partij tegen Usman op short notice aangenomen. Ik verdien een nieuwe kans, kan hij dan zeggen als die wint. Maar heel eerlijk, ik denk niet dat Masvidal van Covington wint. Dus Die stijl maar goed. gewoon van Covington ligt hem ook niet echt, hè? Nee, precies. Vooral dat. Dus ja. Ze kennen elkaar ook. Hey, en
Ik sprak toevallig Ilias Boulaïd om even toch de switch te maken, want er gebeurt zoveel dit weekend. En er is voor het eerst MMA in Frankrijk, hè Marcel. Ik wil absoluut horen wat je daarvan vindt, dat ze eindelijk MMA daar hebben. En ook eigenlijk wil ik wel horen wat je vindt dat Bellator daar als eerst is. Maar ik sprak met Ilias Boulaïd 30 minuten lang, ga die shit checken op mijn YouTube. Super toffe gozer, heel ontspannen. De hele tijd, ja man, en hey, ouwe, weet je, heel ontspannen, relax, gewoon alsof, ja, alsof we buiten waren, weet je, op het pleintje. En geweldig. Ik volg hem. Hij is de enige Nederlander, dus ik zit er dik bovenop. En groundbreaking. En MMA in Frankrijk. Ik vind het zoiets prachtig. Wat maak jij ervan, hè, Marcel? Bellator als eerst daar. Ja, ik moet je een beetje corrigeren. Dat is niet eerst. Bellator is niet de eerste eigenlijk. En de UFC heeft vette shade gegooid gisteren op Twitter. Ja, ik zag het. Ja, op Fight Pass was ook een evenement in Parijs, volgens mij ook een Frans evenement, MMA Grand Prix of zo. En daar waren een paar partijen, was het niet geweldig niveau overigens, moet ik zeggen. Heb je gekeken? Ja, stukjes, maar was niet geweldig. En ook de, zeg maar, de tussengevechten zijn af en toe gewoon 40 minuten pauze en zo. Dus ja, heel vreemd evenement. Maar de UFC was dat erg aan het pushen. Was op Fight Pass. Dana White had het zelfs geretweet. Dus ze zitten gewoon te proberen een beetje Bellator te plagen. Zoals ze over en weer continu doen. Nou ja, ik ben wel benieuwd naar Bellator's evenement in Parijs. Ik vind het wel leuk dat ze eindelijk in Parijs zijn. Het is niet de eerste keer dat Bellator ergens eerder is dan de UFC, weet je. Kan je Hawaii aangeven, voorbeeldje. Ja, ik ben benieuwd. Ik vind het wel jammer dat Manhoef en Brian Hooy niet vechten. Om verschillende redenen. Maar ja, ik ben benieuwd naar Ilias. En ja, het zijn nog wel een paar leuke namen. Ik ben wel benieuwd naar Saul Rogers. Vind ik altijd leuk om te zien vechten. Mats Burnell. Ja, Mats Burnell. Ja, wat heb je dan nog meer? Congo Johnson is iets minder. Michael Case tegen Ross Houston. Ik ben wel benieuwd, man. Dit is wel eindelijk een keertje. Ja, misschien ben je het niet met me eens. Maar eindelijk is een beetje kwaliteit vechten waar Michael van een page tegen vecht. En niet die handpick fights die hij normaal krijgt aangeboden van Bellator. Net zoals James Gallagher. Dus ik ben wel heel benieuwd. MVP, ik sprak hem toevallig. Hele relaxe gozer. Ja, hele relaxe gozer. En ik zat een beetje te geinen met hem. Maar wat jij zegt ook, nu, als hij Ross Houston verslaat, kan niemand meer zeggen van, oh, hij verslaat alleen maar Kens. Ross Houston is as legit as they come, gap. Die geeft niet op. Jij kan je vast dat gevecht met Dalby nog wel herinneren, toch? Ja, die gestapt is omdat dat kan lastig glad was. Heb je dat wel eens eerder gezien? Nee, man. Eerste keer ooit. Voor mij ook. Bizar. Bizar. Anyways. Dus MVP, weet je, mooi dat hij inderdaad zo goed opgematcht is. En zeker een leuke kaart voor Bellator begrippen. Ze hebben echt wel uitgepakt. Scott Coker is ook in Parijs. Dus dat is heel tof. Hey, als laatste nog even, Ilias gaat ook vechten. Ik sprak met hem. Hij is op zoek naar een nieuw contract. Dus nu bij een hele mooie overwinning, ja, dan heeft hij veel momentum achter zijn naam. En dan kan je wat afdwingen. Ja, maar sowieso. Kijk, hij zit ook vaker bij SBG te trainen. En ja, het is een publiek geheim dat John Kavanaugh de matchmaking doet van Bellator Euroseries. Dus ik bedoel, dat komt wel goed, man. Ik zie dat wel goed komen. Ja, ik weet trouwens niet of dat naar buiten mag. Als dat niet mag, moet je maar knippen. ik weet niet eens, wat zei je precies, sorry? Nou, dan zal ik het niet herhalen. Dus, ik weet wel dat Kavanaugh zoveel invloed bij Bellator en logisch ook. Al die Ieren ook. Ze maken soms gewoon een hele Ierse kaart. En dat is wel mooi om te zien. Kevin staat in de hoek van Ilias. En hij is heel blij met hem. En de toevoeging. Kijk, Brian Hoy vecht niet. Shout-out naar Brian Hoy. Wat een week zal hij meegemaakt hebben. Zijn hele team niet getest op COVID. Dus niet positief getest. Alleen hij. En dan niet vechten. Het lijkt me, en ik weet niet of dit zo werkt, maar het lijkt me dat als je niet vecht, dat je ook zeker je pay niet krijgt. Misschien dat hij een show money krijgt. Hele lastige situatie. Shout-out naar hem. Maar weet je, bij Bellator word je volgens mij wel redelijk. Scott Coker is daar niet zo heel moeilijk in, volgens mij, wat dat betreft. En zeker als je daar zelf niks aan kan doen, weet je. Dus laten we hopen. Ja, laten we hopen dat het in ieder geval zo is. Voor Melvin Manhoef speelde dit iets heel anders. Ik brak dat nieuws toevallig via jou. We hebben dat samen eventjes uitgezocht. Hele mooie samenwerking, MMA, DNA. En wij dachten eerst van, hé, er is iets aan de hand. We hadden iets van een reden gehoord. We dachten van, oké, nou, freaky, klinkt vreemd. Blijkt achteraf, nu dat hij dus gewoon een heel groot main event heeft gekregen. Denk jij dat het met elkaar te maken heeft? Of zie jij echt dat er iets ongelukkigs gebeurt op Parijs? En nu hebben ze hem heel snel Corey Anderson gegeven.
Ja, er is iets gebeurd waar hij niks aan kon doen. Mag niet naar buiten, dus doen we ook niet. Maar ik denk dat ze hem gewoon snel gereboekt hebben. En man, Corey Anderson. Ik weet dat jij het helemaal geweldig vindt. Ja, luister, qua kaart, qua plaats, qua alles is het natuurlijk heel goed. Maar qua matchup, nou ja, luister, kijk, ik vind Melvin een geweldige vechter, dat weet je. Is gewoon een pionier in Nederland. MMA kickboksen. Maar moet wel eventjes realistisch blijven, vind ik. Anderson was gewoon nummer 5, nummer 6 bij de UFC, light heavyweight. En zijn takedowns zijn goed, zijn ground game is heel goed. En Melvin is goed staan, maar zijn ground game is niet zo heel goed voor Melvin. Dat weten we allemaal. Dus ja, kijk, hij kan Corey Anderson knock-out slaan, maar dan zal hij dat moeten doen in de eerste 10, 15 seconden. Want Anderson gaat hem meteen naar de grond halen, 100%. Want dat is gewoon anders dan zijn gameplan. En je weet, het zijn maar 3 rondes bij Bellator, zijn er geen 5. Dus ja. Gelukkig ook voor Melvin geen 5. Ja. Wel, ik vind het een fascinerend gevecht. Leuk voor Corey Anderson om zichzelf te lanceren. Weet je, over een grote naam heen. En op het grote CBS, weet je. Ik zie een paar filmpjes voorbij komen van Scott Coker. Hij doet het wel leuk. Als het ware wat de UFC met ESPN aan het doen is. Met Sports Center en zo. Dat doet hij met CBS. Ja. Ik vind het toch wel mooi om te zien. Weet je, een echte entrepreneur. En op donderdag. Ja, ja, dus daar gaan we niks van meekrijgen. Hoe dan nee, ook niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, daar gaan we hoe dan ook niks van meekrijgen. Oké, Gart, hetzelfde. Daar gaan we ook niks van meekrijgen. Ook op donderdag, alle grote genummerde Bellator-cards gaan op donderdag plaatsvinden. Vanaf Bellator 249, dus hierna, zeg maar, met Cyborg tegen Blanco. Ja, die is ook op een donderdag. En dan Gegard is donderdag en dan Melvin is donderdag. Ja, alles donderdag, man. En die Amerikanen man van, oh, nice, then we have something for Thursday. Is like, fuck off, man. We zijn weer de pineut, zoals altijd. Het zal wel zo zijn, maar daar zijn alle sporten weer bezig waarschijnlijk. Hè? Dus om Bellator naar donderdag te trekken krijgt heel veel aandacht waarschijnlijk. Gok ik. Ja, maar er is ook iets van college football en nog wat op die donderdag standaard. Dus sommigen vonden het heel raar. Ja, ik weet het niet, man. Ik ben geen Amerikaan, dus ik had het moeilijker inschatten. Duidelijk. We zouden overigens dit CBS kan je via Pluto TV ook ontvangen, volgens mij. Ik ben er zelf niet zo heel erg in verdiept. Maar goed, dat is Bellator. Heel interessant om te volgen. Zij zijn er morgenavond. De prelims beginnen volgens mij om 5:30 Nederlandse tijd te zien via de Bellator-app. En je zou het bijna vergeten, Marcel, maar er is ook nog een UFC-card. Moraes versus Sandhagen. Wat maak je van die hele card? Ik vind het zo'n sterk gestekte card. En dat voor mijn verjaardag. Ook is Bellator Parijs. Ja, en dan ook nog UFC. Ik noem het even UFC Moraes Sandhagen. Twee super strakke cards. Ik kan me niet meerjarig voelen. Wat een mooi cadeautje. Wat vind jij ervan? Er staan een paar hele leuke gevechten op. Sowieso de main event is leuk. Moraes Sandhagen, Edson Barboza, Makwan Amerkani is leuk. Espinal. Espinal tegen Badou. Dat is een leuk gevecht, denk ik. Maar vooral Youssef Salal tegen Ilia Topuria. Dricus de Plessis tegen Marcus Perez zijn leuke gevechten. Is er nog eens wat ik een heel leuk gevecht vind? Omar Morales tegen Giga Chikadze. Dat is een heel leuk gevecht, denk ik. Ja, ja. Tracy Cortez. Ja. Shout-out naar Tracy Cortez. Wat een body, ouwe. En Taguia Ulanbekov opent de avond tegen Bruno Silva. Ulanbekov, teamgenootje van Khabib. Nice. 12-1, volgens mij. Nice. Ja. Kapansanay. Ik zeg zijn naam altijd verkeerd. Empakasanganay. Ja. Empakasanganay. Zeg gewoon Empa. Empa, juist. Oké, ja, Empa. Kijk ook naar uit naar hem. Short notice gevecht, toch? Want Buckley zou eigenlijk tegen Abu Asaita vechten, ja. Ah, oké. Ik sprak Ilias, die had het een paar keer over Abu Asaita. Is dat een middleweight dus, Abu? Abu is een middleweight, ja. En Otman is een lightweight. Lightweight, ja. Wat een kracht voor een lightweight, by the way. Alright, ja. Je hoort het. Wat een kaart. Dus de prelims beginnen ook wat eerder dan normaal. Laatst moesten we... Wat was die vorige week, de Randami-kaart? Hoe laat man, begon die? Half 2, man. 2:30, man. Niet normaal. Oh, lord. Dat is nu niet, hè? Het is nu 11:00. Die van volgende week. Ja, die van volgende week zelfs om 10:00 al. En de week daarna is Nederlandse tijd, is 4:15. Dus. Prelims. Oh, je weet hoe blij we daarmee zijn hier in Europa, Marcel. Hey, sowieso. Khabib versus Gaethje, op die kaart waar jij het over hebt.
Het gevecht komt steeds dichter en dichterbij. En er zijn wat ontwikkelingen, dus ik wil heel graag horen hoe jij hierover denkt. Je hebt een hele mooie poll eruit gegooid. Ga hem checken op Marcel's Twitter, BigMarcel24, over Makhachev. En daar komen we zo. Ik wil eerst even naar Khabib Gaethje. Er staat zoveel op het spel. Michael Chandler is de backup. Nu heeft Islam Makhachev geen tegenstander meer. Zou jij Chandler tegen Makhachev opmatchen? Ik wil eerst één ding zeggen. De postbode is geweest. ja man, sowieso. Ik denk dat dat de beste partij is. Chandler is klaar. Hij is zich aan voorbereiden. Hij is de backup. En luister, als Khabib of Gaethje zou uitvallen, dan kun je nog altijd Chandler erin zetten in die partij. Dan heeft Makhachev pech. Weet je, maar je hebt ook een Paul Felder zitten die commentaar zit te doen. Dat is ook een lightweight. Die zou ook kunnen vechten, weet je. En ik denk dat het een perfecte partij is voor Makhachev. En ik zei al, ik had eigenlijk graag Paul Felder tegen Michael Chandler gezien, zodat je kon zien waar Chandler zat. Want Paul Felder is altijd daar, komt altijd om te vechten. En je weet dat als je Paul Felder verslaat, dat je echt wel best ver kan komen, denk ik, in de divisie. Als je van Paul Felder verliest, dan weet je dat je op dat moment... Hij is geen gatekeeper, maar hij zit daar net tussen de top... Net onder de top 5 en net boven de top 5, zeg maar. Daar klinkt heel vreemd, maar precies daartussenin. Snap je wat ik bedoel? Tuurlijk. Dus ik denk dat dus Felder tegen Chandler zo'n goede partij zijn. Maar nu zou ik graag Makhachev tegen Chandler of Makhachev tegen Felder zien. Lijkt mij een leuke partij. Super partij. En exact wat jij zegt over Felder. Split decision tegen Hooker. Split decision tegen Barbosa. Zeg ik dat ook goed? Ja, maar ik vond dat hij tegen Barbosa had hij eigenlijk niet gewonnen. Die heeft hij wel gekregen, volgens mij, of niet? Ik twijfel een klein beetje. Dat was in Abu Dhabi, volgens mij. Ja, volgens mij verloor hij hem juist. Oh nee, hij won hem juist. Ja. Toen ging Barbosa omlaag. En gewonnen van... Oliveira. Juist. Dat doen heel weinig mensen, hoor. Klopt, volgens mij is hij de enige wat in de laatste 8 gevechten van Oliveira gewonnen heeft, of zo. Dus, ja... Nee, Felder is gewoon een goede vechter, man. Maar ja, hij heeft... Kan je ook dat fragment met Felder met Belal Mohammed als ze in Abu Dhabi zijn met die zogenaamde sheikh? Zoek dat op als... Really? Zoek dat op, dames en heren. Als je dat nog nooit gezien hebt, Paul Felder, Abu Dhabi, met volgens mij... Belal Mohammed. Ja, tik dat in. Super lachen. Heel tof. Ja, dat was geinig. En, wat een kaart. En nu dat RDA uitvalt, shout-out naar RDA, beterschap naar RDA. Het schijnt dat hij hem best wel heftig te pakken had, hè? Ja, heb ik geleerd. Hij had gisteren een statement, vannacht had hij eruit gegooid. En ja, inderdaad. Ik ben wel benieuwd, man. Terwijl ze een 6-fight pay-per-view kaart, gaan ze makkelijk even een nieuwe tegenstander vinden of maken ze er 5 van? Ruim de tijd. Zijn manager trouwens van Makhachev vraagt om Tony Ferguson. Zou jij dat doen? Zie je daar iets in zitten? Niet voor Tony. Ik denk dat Tony daar totaal geen interesse in heeft. Voor Makhachev uiteraard wel. Makhachev staat 12e, denk ik. Tony staat 3e of zo, of 2e. Eigenlijk moet Makhachev eerst nog een keertje vechten tegen een Carlos Diego Ferreira. Tegen een... Wie staat daar ook nog bij? Een Kevin Lee... Een El Ayacuenta, dat soort guys, weet je. Maar als die niet beschikbaar zijn en hij kan tegen Chandler of tegen Felder vechten, ben ik daar ook wel voor, weet je. En dan kan hij zich meteen laten zien. Sommige mensen zeiden Alexander Hernandez. Nou, dat lijkt me niet heel, heel interessant. En Hernandez staat gematcht tegen Chris Gritsmacher op dit moment. Dus ja, ik zie niet het nut van die partij, laat ik het zo zeggen. Ik snap waar je heen wil. Er gaat zo... Darius. Ja, die zit in een goede vlam trouwens. Ja, Darius, maar dat zal Ali Abdulaziz niet willen, denk ik. Want Darius managt die net als Islam Makhachev. Dus dat zal niet gebeuren. Kijk, met titelgevechten vindt hij dat al wat minder erg als iedereen goed betaald kan krijgen. Maar anders vind ik ook dat je dat niet zou moeten doen als je manager bent. Hey, ja, het is wel moeilijk, hè. Het is wel moeilijk, Santiago, man. Kijk, als je manager bent van bij wijze van spreken van 7 topvechters in een divisie, ik zeg maar wat... Daar kom je er niet onderuit, man. Je kan niet zeggen van, ja, die wil ik niet, want die manager, kijk, daar heb je gewoon pech gehad als manager, vind ik. Kijk, dat je niet tegen een teamgenootje wilt vechten, ja, dat is wat anders, kan er enigszins inkomen. Ja, dat snap ik. Maar omdat hij door dezelfde managementgroep, ja, dat vind ik eigenlijk niet dat tot belang zou moeten zijn. Maar goed, wie ben ik? Nou, je hebt gelijk, een Dominus MMA, we zijn ook echt, wat een set vechters hebben die gasten, hè? Dat is echt niet normaal. Dus dan
Dan kom je Ga maar eens naar de website voor mensen die het niet weten. Ga naar de website, ga kijken wat bij Fighter staat. Dat is niet normaal. Oh, belachelijk. Hey, wie heeft trouwens, wat is er uit die poll gekomen die jij hebt gedaan? Wie de tegenstander van Makhachev zou moeten worden? Als ik kijk, ik denk dat het Chandler is geworden, maar ik zal eens even kijken. Ik heb voor Chandler gestemd in ieder geval, dan weet je dat. Oké, ja, ik mag zelf niet stemmen. Ja, Chandler 60%. Ja, dat is echt een fight to make, hoor. En dan precies wat jij zei, hij kan altijd achteraf nog, kan je nog iets doen, stel dat Chandler wel voor het titelgevecht moet gaan. Anyway, dat is over 2 weken, dames en heren. UFC 254, Europese tijden. Ik ben nog met Talpa in gesprek om te kijken of dit inderdaad op SBS 9 komt. Daar is voor nu niets over bekend. Daar kom ik met meer over in de komende 10 dagen, hopelijk. We riot, if not. Stefan Stroef is terug, hey Marcel. En ik vond het mooi om te zien. Hij deelde jouw foto in zijn Twitter-post. Had je dat gezien? Ja, klopt. Hij had die foto van Amadena gedeeld. Ja, ja, vind ik ook mooi. Wel leuk. Ja, vind ik mooi altijd. En wat maak je van zijn terugkeer? Denk je dat hij dat Tuivasa een goede is om terug te komen na dat debacle met al de low kicks? Low shots, moet ik zeggen. Hoe noem je dat? Ja, groin kicks. Groin kicks, ja. Jesus. Luister, kijk, qua techniek en alles moet Stefan van hem kunnen winnen. Sowieso qua ground game, want Tuivasa heeft geen ground game. Dat hebben meerdere al laten zien. Maar het probleem, weet je, Stefan laat vaak vechters veel te kort bijkomen, man. Hij heeft zo'n goed grote reach. En ik vond wel dat hij dat tegen Rod wel een stuk beter deed, totdat hij in zijn noten werd getrapt, zal ik maar zeggen. Maar dat deed hij toen wel, dat deed hij wel beter in die partij, vond ik. En als hij dat tegen Tuivasa ook kan doen, dan moet hij hem normaal van hem kunnen winnen, weet je. Maar kijk, als Tuivasa hem raakt op zijn kin, is hij weg. Daar moeten we ook gewoon heel eerlijk over zijn. Want Tuivasa heeft een kracht, dat is niet normaal. Dus Struven moet eigenlijk gewoon, ja, ik kan makkelijk praten, maar Struven moet eigenlijk gewoon zorgen dat hij hem naar de grond haalt en dat hij submission op hem doet. Want zijn ground game is niet eens 20 keer beter dan het van Tuivasa, want dat zou nog altijd slecht zijn, maar gewoon 10.000 keer beter dan het van Tuivasa. Brown belt uit mijn hoofd en ik sprak toevallig met Denise Killot een weekje geleden en Stefan helpt haar heel veel in de gym. En ze zegt ook van, kijk, Stefan gaat mij geen BJJ champion maken, maar hij legt me wel uit van hoe je uit bepaalde situaties kan komen. Ja, weet je, ik ga die twee wel eens willen zien grappelen, man. zo tegen zo. ze post ook wel eens een foto na trainen. Dus ja, ik gezien het vorige keer. Ja, ze is mooi om te zien. Maar allebei echt super lieve mensen. Ik heb ze beide genoeg gehad om beide te mogen spreken. En boy, Denise Kilos, we hebben het er al vaak gehad, maar die KO was zo verschrikkelijk mooi. Ja, ik heb helaas Denise zelf nog nooit gesproken. Anderen bij ons in de groep wel. Stefan wel trouwens. Stefan is echt aardig, man. Stefan komt ook gewoon, als je ziet, komt naar je toe. En alle, hoe is het, zegt hij en zo, weet je. Dus dat kan ik altijd wel waarderen. Ja, die KO van Denise, ja, geweldig, weet je. Ik ben alleen benieuwd wat ze nu gaan doen. Wat ik al tegen je zei, je hebt 3 opties. Je hebt een optie titelgevecht, Ilima Le McFarlane. Je hebt optie Juliana Velasquez. En je hebt optie Les Carmouche. En ik ben heel eerlijk, ik denk dat de Ilima Le McFarlane partij, stylistisch gezien, de makkelijkste, niet makkelijk, maar de makkelijkste is voor haar van de 3, denk ik persoonlijk. Misschien ben je daar totaal mee oneens, maar ik zou zeggen, ze gaat alle 3 die meiden knock-out slaan, geloof me. En weet je waar ik heen wil, Marcel? Zij is eigenlijk een strawweight. We hebben het over een strawweight, hè? En die slaat gewoon flyweights KO. Ze moet of voor de titel gaan nu, of ze moet tegen Scott zeggen van, hey Scott, je moet die 115 pond titel, strawweight, de grootste divisie in de UFC qua vrouwen, of de meest interessante, laat ik het zo zeggen, sorry. Ik wil die titel hebben als jij me niet nu voor de flyweight titel zet. Ze is zo bescheiden alleen. Zelfs na die KO zei ze nog, ja, nee, Bellator beslist en het ligt niet in mijn handen. Terwijl ik wil echt tegen haar zeggen, het ligt helemaal in jouw handen. Ga het pakken. Er speelt alleen zoveel, Marcel. Ze willen naar Nederland komen. Ga dat allemaal maar goed uitlijnen. Dat Gegard geen titelgevecht heeft. Dat Denise geen titelgevecht heeft. Costello is de number one contender in de divisie. Misschien Salter rematch. Maar ga dat allemaal maar oplijnen dat die gasten allemaal in Amsterdam kunnen vechten. Het is zo lastig om te doen. Dus het wordt nog wel wat. Ja, je hebt eigenlijk genoeg keuze, denk ik, aan de ene kant. Kijk, je moet natuurlijk, kijk, even ervan uitgaan. En ik zeg niet dat het gaat gebeuren dat Musashi van Lima wint. Ja? En je zegt bijvoorbeeld, we gaan in februari naar Amsterdam. Fuck Rutte met zijn COVID. We gaan naar Amsterdam in februari. Dan heb je bij wijze van spreken, zou je Musashi, kun je op de main event zetten. Ik zou hem persoonlijk graag tegen Anatoly Tokov zien. Lijkt mij een goed gevecht. Oh ja.
Costello van Steenis tegen John Salter rematch zou perfect zijn. Je kan in principe een co-main event doen met Denise. Nou, als je niet voor de titel wil laten vechten, want ik denk dat Ilima Lee McFarlane niet buiten Amerika haar titel wil verdedigen, dan zou je in principe tegen Juliana Velasquez kunnen zetten voor de number one contender fight, denk ik. Wie heb je nog? Laat Brian Hoy debuteren op die kaart. Melvin Manu zal sowieso ook op die kaart willen vechten. Retire waarschijnlijk. Wie? Retire, ja. Sowieso. Ja. En ja, wie heb je nog van Nederlanders, man, bij Bellator? Ilias. Ik weet niet of Ilias natuurlijk, ja, die kun je ook gewoon erop zetten. Je hebt nog Hatties volgens mij, maar die heeft lang niet meer gevochten. Gökhan Saricam. Ja, is eigenlijk een Belg, hè. Ja, Turkse vlag komt hij mee op, hè? Niet de Belgische. Ja, het is een Turkse Belg, maar iedereen noemt hem een Nederlander omdat hij hier in Nederland traint, maar het is een Turkse Belg. En omdat hij Nederlands spreekt. Ik sprak hem toevallig na zijn postfight. Ja, was wel, zijn Engels is wat minder, dus hij was echt blij dat ik daar bij de postfight zat, zodat kon er iemand Nederlands met hem spreken, weet je. Ja, was leuk. Maar genoeg opties. Er zijn nog meer Nederlanders in Bellator, toch? Of niet? Wie mis ik? Robin van Roosmalen. Robin van Roosmalen, dat bedoel ik. Ik mis al iemand. Ja, die kan zijn debuut dan maken. Zijn lang verwacht debuut, man. Ja, genoeg opties, toch? Ze kunnen jongens signen. Ze kunnen ook nog jongens signen. Ja, je hebt nog bepaalde jongens die nog altijd, zeg maar, niet bij grote organisaties zijn getekend. Kijk, een Daan Duijs. Die is nog niet bij een grote organisatie getekend. Jarno Ernst is niet bij een grote organisatie getekend. Er zijn genoeg opties, man. Oh, en ik heb zo'n zin erin. Bellator naar Nederland. Bellator naar Amsterdam. God, waarom niet? Ja, ik niet echt eigenlijk, want anders kom ik jou weer tegen. Dus. Je komt mij zeker in deze stad tegen, hè, Marcel. Dat met de COVID en alles. Want we mogen nu ook weer 3 weken geen mensen het stadion in. Mm-hmm. Ik hoop wel dat ik wil niet de politici gaan uithangen hier, laat ik het zo zeggen. Of heel politiek op jou over gaan komen, maar we moeten wel een einde aan deze ongein gaan maken, man. Het is, Sowieso, man. Ja, je kan niet blijven angstig mensen. Oh, blijf binnen, blijf. Weet je? God fucking hell, man. Ajax gaat vorige week bij Groningen voetballen zonder publiek. Eigenlijk geen heksenketen of verliezen ze nog met 1-0. Oh, God, ja, heb ik ook gezien. Maar zo slecht, maar nee, man. Ik denk dat heel veel mensen daar klaar mee zijn, man. Ik vind het ook op een gegeven moment. Het probleem is ook, wat mij irriteert, is dat het niet duidelijk is. Kijk, daar moet je wel dit doen en daar moet je niet dit doen. Waarom daar wel en daar niet? Of je doet het wel of je doet het niet. Snap je wat ik bedoel? Wees duidelijk in wat je wil. Volgens mij is vanavond weer een persconferentie. Willen ze een spoedwet erdoor gaan proberen te krijgen? Flikker op met je spoedwet, man. Okay, ik zie wel ineens mondkapjes overal omheen. Heb jij dat ook? Nee, geen last van. Ik gebruik het zelf ook niet als het niet nodig is. Nee, ik ook alleen niet, als ik het moet. Ik zie echt iedereen om me heen opeens wel mondkapjes dragen. Er is iets van een advies uitgekomen of whatever. Ja, vorige week vrijdag. Oké. Okay. Maar het is een advies, staat ook duidelijk erbij. Het is niet dat het moet. Kijk, zolang het niet moet. Sorry, doe ik het niet. Ik spijt me. Ik heb wel een ding eens gekocht. Een, hoe noem je dat nou? Een een mask? Een plague mask. Laat zien. Heb je hem bij je of niet? Nee, ik moet hem nog ontvangen, maar ik kan hem je even laten zien, een foto laten zien. Ik moet hem nog in de brievenbus krijgen. Wat die ga dat? Ik dus op. Dr. Plague Mask. Nee, die krijg ik dus binnen. Ik hoop dat ik hem voor Halloween binnen heb. Dan ga ik daarmee de post rondbrengen. Ja. Oh shit. Ja, met zoiets had Michael Venom Page vandaag ook zijn way-in gedaan. Super geinig. Iets van Scorpion is dat, toch, of niet? Ja, Plague Doctor Mask noemen ze het. Oh mijn god, steekt dat ook echt uit, of niet? Steekt er ook echt iets uit op je masker, of niet? Ja man, dat is zo'n snavel, man. Echt iets voor jou, prachtig dit. Hey, terug naar de realiteit, je boy Alex Perez. Heel goed nieuws gekregen, maar ik twijfel een beetje of hij die kans nog... die kans gaat hij wel krijgen, maar ik bedoel, gaat hij dat in november krijgen, wat denk jij? Jawel man, in november, dat is getekend. Ik had... Ik zag dat Combatte dat gepost had op Twitter. Dus ik stuur hem een bericht. Ik zeg, vriend, title shot. Dus ik kreeg zo'n smiley terug. Ik zeg, how you know? Ik zeg, ja, maar Combatte heeft het net gepost. Hij zegt, ik heb nog geen contract, man. Zegt hij, maar ja, ik heb het ook gehoord. En toen zeg ik tegen hem, what a punk. He knows what he didn't tell. Hij zegt, man, ik heb het pas 5 minuten geleden gehoord. Ik snap niet hoe zij dat zo snel hebben, zegt hij. Hè.
Dus ik zeg van, ja, is goed, laat me weten als je contract hebt. En toen had Brad Okamoto het ook gepost. Dus ik zeg tegen hem, ik ga ook gewoon die fight nu gewoon posten. Hij zegt, ik heb nog geen contract. Ik zeg, ja, wat boeit mij dat, man? Wees eens wat blijer met dat je je title shot hebt met je contract. Ik zeg, fuck the contract. En hij was die aan het lachen. Hij zegt, ja, toen zei hij 10 minuten later, ik heb het getekend, man. Ik zeg, oké, nice. Ben benieuwd. En ik krijg sowieso, hij heeft me een interview beloofd, dus ben benieuwd. Ah, nice. Kijk ik zeker naar uit. Komt hij op MMA DNA? Dat, ja, 100%. Als interview gebeurt, komt hij op MMA DNA. Ja. Yo, hoe kan het dan dat hij 5 minuten later tekent? Is dat tegenwoordig digitaal, dat je via een app moet tekenen en dan... Zo werkt dat nu, toch? Ja, je krijgt gewoon, hoe moet je dat zeggen? Hij heeft een manager, dat is Jason House van Iridium. Hij is trouwens ook de manager van Brandon Moreno. Dat is misschien wel opvallend. En ook de manager van Brandon Royval. Dus hij heeft het gevecht aangeboden gekregen en dan moet het contract gestuurd worden. En dan kun je met, zeg maar, je hebt zo'n pen waar je ook op je mobiel mee kan signen. Of je hebt gewoon die standaard handtekening, heb je in je computer of wat dan ook staan of in je laptop. En dan kun je dat meteen zenden en dan is het goed. Weet je? Oh fuck, wat gebeurt nu? Dan is het goed. Hoor je me nog? Ik hoor je heel duidelijk, vriend. Oké, perfect. Ja, en eigenlijk heel veel commotie ook, omdat natuurlijk Brandon Moreno staat eigenlijk een plaatje boven hem. Weet je, en Perez heeft een contract gekregen voor de title fight. Ik ben het er niet mee oneens. Ik vind dat de wins van Perez meer impressive zijn dan die van Moreno. Maar goed, misschien ben ik een beetje biased wat dat betreft. Maar wel opvallend, want ze hebben dus meteen Brandon Royval aangeboden aan Brandon Moreno. En ik praatte met Cici Legaspi, die Mexicaan. Yeah. En die zei van, ze zijn echt kwaad in het Moreno camp. Dat Perez het gevecht gekregen heeft en Brandon Moreno niet. En ze waren niet van plan om het gevecht te accepteren tegen Royval, maar ze hebben het toch maar gedaan. Dus, Shout-out naar Cici Legaspi. Ik hoop dat ik dat goed zeg zo. Ja. Degene die het Europese nieuws sprak voor ons met 254. Ja, en ik denk dat je wel gelijk hebt met Perez. Hij is een finisher. Ik vind Moreno niet echt een finisher, als ik heel eerlijk ben. Perez is een finisher, weet je? Ja, nee, daarom. En ook sowieso, kijk, Moreno. Moreno is terug in de UFC, heeft tegen Askarov gevochten, die trouwens ook vandaag jarig is. tegen Askarov gevochten. Was een draw. Die had hij misschien, had hij ook gewonnen, misschien wel. Het was een 50. Ik vond een 50-50. Hij had de derde ronde duidelijk gewonnen. De eerste twee rondes waren 50-50. Dan had hij de knife van Kaikara France gewonnen, volgens mij, met een decision. En vervolgens heeft hij van Formiga gewonnen met een decision. En een gevraag had ik 50-50 van hem, die ik eigenlijk voor Formiga had. En Perez heeft, even kijken, heeft Espinoza gefinished. Daarvoor heeft hij... Hij heeft ook nog tegen Shorty Torres heeft hij nog gefinished. En hij heeft, meest recent heeft hij Formiga in de eerste ronde gefinished. Hij heeft alleen van Joseph Benavides verloren. Dat vind ik geen schande, weet je. Ik heb er geen problemen mee, man. Ik vind het een goede matchup. Ik ben benieuwd. En ik ben ook benieuwd wat Askarov in petto heeft. Next. Ik ben benieuwd, bijvoorbeeld, kan je Manal KP van Ryzen, de kampioen? Ja. Misschien zaten ze aan wel tegen Askarov, man. Dat zou me niks verbazen, want hij is wel nieuw, maar hij heeft wel een high ceiling, dus. Hoe exciting is flyweight? Mensen die die divisie onderschatten. Jesus, dit ik is snap dat niet. Ik snap ja, zo'n exciting division. Laatste daar nog even over. Als je dat gevecht niet gezien hebt, ga hem checken. Alex Perez tegen Shorty Torres. Eén ronde maar. Echt geweldig. Een shout-out naar Askar Askarov. Ik wist niet dat hij op dezelfde dag als ik jarig ben. Happy birthday to your boy, man. Ja. We naderen het einde. We hebben het praktisch niet over de weens gehad. Ik heb wel wat statistieken voor jullie. Ja, dat zal je altijd zien. Ik heb wel wat statistieken voor jullie, dames en heren. Niemand heeft weight gemist. Just to be sure. Tom Espinel, heavyweight uiteindelijk. 252. Er moeten nog 2 mensen inwegen. Niemand heeft weight gemist. Wat heeft Bordeaux gewogen? Want het is eigenlijk een light heavyweight. Ben ik wel benieuwd naar. Die moet nog. Hij vecht op middleweight. Nee, op heavyweight tegen Espinal. Ah, oké, hij moet nog. Oké. Okay. Voor de rest niks spannend. Stephanie Egger, ik zag een paar mooie foto's van haar. Ken je haar toevallig? Ik weet dat ze Zwitsers is. Ik weet dat ze Ryzen gevochten heeft. Maar voor de rest geen idee. Oké, okay, knappe dame. Oké, okay, nou, dan heb ik liever Tracy Cortez. Maar... Oh, achterwerk van Tracy. Jesus, schat. What the fuck, ouwe. Tom Brees, wat een kaart. Youssef Salal, Marcus Perez, The Joker. Barbosa moet ook nog inwegen trouwens.
Die is weer terug naar... Oh nee, dit is 145. Dat is niet zijn divisie, nee. Nee, hij is nog altijd verder. Ja. Och, maar Salah tegen Topuria is echt een vet gevecht, man. Salah tegen Topuria. Salah is al 3-0 echt... in de UFC. Ja, man. En Topuria is ongeslagen. Submission specialist. Train in Spanje, Georgië. Hij is goed, man. Ik heb hem in Cage Warriors gezien. Een tweede Cage Warriors evenement in België. Toen vocht hij tegen Brian Boulat voor de titel destijds. Vakante titel. En hij won de eerste ronde, submission. Alleen hij kreeg de titel niet, want hij had zijn gewicht niet gehaald. Oh, en toen kwam Jack Shore dus. En Jack Shore zou vervolgens misschien tegen Topuria vechten. Maar Topuria heeft niet meer gevochten voor Cage Warriors. Dus toen heeft hij bij Brave getekend. En daar heeft hij nog 2 gevechten gewonnen. En nu is hij bij de UFC. Dit wordt zijn debuut dus. Ja, dat was zijn debuut short notice ook. Want Salah zou eigenlijk tegen Sung Woo Choi vechten, zo'n Koreaan. Maar die was geblesseerd geraakt. Dat zijn bantamweights, toch? Salah, zeg dat goed of verder weet? Dat is een bantamweight, dacht ik. Laat me even denken. Ja, bantamweight. Oké, ja, Jack Shore hoorde ik je net zeggen. Dat is zeker een bantamweight, dus. Nu ben ik aan het twijfelen, man. Of het bantam of verder is. Laat me even kijken. Ik ben al aan het kijken. Oh, je bent al kijken. Ja, kijk maar, man. Kijk je maar. Salah. Nee, verder weet, sorry. Toch verder, oké. Okay. Ja, 146. Oké. Wauw, waar 2 cards komen eraan. Je boy Santiago is jarig. Kan dit weekend mooier voor jullie worden? Nou, waarschijnlijk wel, maar... we gaan richting het einde, Marcel. Niemand heeft weight gemist. Ook vanmorgen overigens bij Bellator Parijs. Niemand heeft weight gemist. Alle gevechten staan nog steeds... Wie dan? Pasco heeft weight gemist, toch? Sorry, maar dat is KSW. Je hebt gelijk. Oh, denk sorry, dat is zit je mij hier onder druk te zetten, vriend? Sorry, maar dat is KSW. Ik heb me vergist, man. Is dat dit weekend, KSW? Ja, man. Dat is Ask Him tegen Khalidov, de rematch. Dat is ook een leuk. Heb ik over gehoord. Titelgevecht is dat, toch? Ja, dat is titelgevecht, ja. Rematch. Hoe kan je dat zien, KSW? Fight TV. Oké, okay, betaald. FITE TV, ja. Wat kost dat, als ik vraag mag? Het was €6,99 en nu is het €11,99. Per maand of per evenement? Per evenement, vriend. What? Jesus Christ. Ik kan niet kijken, maar ik heb een gratis code van Fight gekregen. Dus als je er eentje wil, moet je maar zeggen. Ik hou je daar nog heel even aan vast, maar reken er maar niet heel erg op. Ik heb een druk weekend voor de boeg. Ja, ik kan ook niet kijken, dus... Hoe laat is dat eigenlijk dan? Laat ze nog even erover. Oeh, goede vraag. Ga even kijken. Als je even een momentje hebt, dan kijk ik. Ja, dat is goed. Dus gaan. Ondertussen zal ik even aangeven. Gamrot. Ze heeft een moeilijke voornaam. Jij weet wel wie ik bedoel. Ook een KSW. Matheus. Morgen om 8:00 s'avonds. Oké, dat gaat dwars door Bellator Parijs heen. Dus daar ga ik helaas geen aandeel in hebben. Maar Matheus Gamrot is ook iemand uit KSW. Die maakt volgende week zijn debuut. Ook iemand om naar uit te kijken. Tegen wie? Spreek eens de tegenstander zijn naam uit. Tegen wie moet die? Antigolov? Nee, Guran Kutatelatse. Ah ja, die ook Georgiër, toch? Ja, dat is het vaste trainingspartner van Khamzat Chimaev. Oh mijn god, echt? Ja. Ik sprak gisteren met Oliver Enkamp om nog even af te sluiten. Een zweet. En ik vroeg aan hem van, er zit echt heel veel hype achter Chimaev. Ken je hem? Weet je wie die is? Ja. Hij zei, ja, ik weet wel wie dat is. En hij is een beest, ook een welterweet, net als Oliver. Dus leuk om te zien dat andere mensen ook oppikken, weet je. Yes. Maar volgende week is ook sowieso wel een vrij leuke kaart, volgens mij, man. Die kaart, normaal maakt de UFC zeg maar de kaart van een week later op donderdag bekend. Maar ze hebben verder nog niks naar buiten gebracht. Maar je hebt Cyril Gane heb je erop staan, Thomas Almeida. Jimmy Crew tegen Bukauskas, lijkt me een leuke gevecht. Said Nurmagomedov. Ja. Bukauskas, oh man, die elbows to the head. Weet je mensen proberen altijd te shooten en dan komt hij met die elbows to the head. Dodelijk. Prachtig om te zien. Maar zo, wij gaan rustig aan afsluiten. Volgende week zijn we er weer. En je weet dat er weer een UFC-kaart is. Je weet dat Big Marcel en ik je altijd zullen vertegenwoordigen wat betreft de weigh-ins. Niemand heeft zijn weet gemist nu. We hopen dat het volgende week ook zo gaat gebeuren. Marcel, als laatst, kan je nog heel even vertellen waar de mensen jou precies kunnen vinden? En dan bedoel ik niet in je slaapkamer waar je nu bent, maar waar kunnen ze jou online vinden? Sukkel. kan ik dat grapje niet meer maken? Had ik ook niet gedaan, anders was het 2 keer dezelfde in de week geweest. Gewoon. Big Master 24, Twitter en Instagram. En MMA DNA op de website, Facebook,
Twitter, Instagram. Je weet al lang waar je die gasten kan vinden. Ga ze checken. MMA, DNA, NL. Overal te vinden. Doen heel goed werk in de fight scene. En er komen mooie interviews aan. Alex Perez komt eraan. Hè? Weet je ook toevallig al wanneer? Of is het na het gevecht? Voor het gevecht? Nee, voor het gevecht. Maar ik heb nog geen tijd met hem afgesproken. Ik heb gewoon gezegd, zeg maar ergens begin november, man. Ik wil het niet te vroeg doen. Want als ik het dadelijk nu doe, en er gebeurt nog wat, dan kan ik daar niet meer op anticiperen. En dat kan ik dan wel, snap je? Ik heb trouwens ook nog een, voor wie het wil zien, of wil luisteren, ik heb ook nog een podcast gedaan voor Loudmouth MMA, de breakdown van de UFC card van deze zaterdag. Helaas niet met mijn co-host, gewoon alleen, dus alleen mijn stem in het Engels. Dus als je dat wil kijken, kijk gewoon. Shout-out. Waar kunnen ze dat precies vinden, Marcel, op je Twitter-page? Ik heb het nog niet gedeeld, maar gewoon via Loudmouth MMA op Google invullen en dan SoundCloud, Stitcher, Apple. Overal staat het op iTunes. Duidelijk. Love, love, MMA. Ga die shit checken. Wij zijn er volgende week weer. We hebben een druk weekend voor de boeg. Geniet van al het MMA. Ik, Marcel, heel erg bedankt voor jouw tijd. Dames en heren thuis, jullie weten al lang. Het gevecht is pas echt officieel. Als het bij Big Marcel op de Twitterpage staat. Maak er een mooi weekend van.